Triest Nieuws uit Ghana, waar afgelopen vrijdag de Nederlandse make-up-artiest en influencer Yasira Ravenberg, 35, is overleden. Ravenberg kwam om bij een verkeersongeluk in het West-Afrikaanse land. BN'ers, met name uit de hip-hopwereld, spreken zich op sociale media uit over haar overlijden. Dit meldt het AD. Tekst gaat verder onder: advertentie. Een vrachtwagen knalde frontaal op de auto waarin Yasira zich bevond, nadat de vrachtwagenchauffeur wegens een defect de macht over het stuur verloor. Naast Ravenberg zaten er nog twee Nederlanders in de auto, die net als zij ook op slag overleden. Dit heeft ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. De influencer en haar vrienden waren in Ghana om straatarme kinderen te ondersteunen. Onder meer rapper Boef, producer Frankie, voetballer Royston Drenthe en actrice Emmanuelle Grievers plaatsten berichten van rouw op sociale media. Je laat heel veel mensen verdrietig achter, die enorm naar je opkeken, van je hielden en van je bijzondere levenslessen wilden leren, schrijft Grievers. Ook Lil Kleine, J Broer en Bakkerij Bolle toonden hun respect met steunbetuigingen. Buzzelets blokkades.